Ik hoor zo'n bus van links. Ook zo irritant, hè? Moet dat zo hard, jongens? Ja. We komen voor onze rust. Fruits. Zo? Ja, hij was lekker, ja. Igor, hey! Vriendin! Hi, schat. Hoe is het met je? Ja, goed. Goed te zien jullie. Ja, goed ook. Kijk, heel even. Dit is toch niet normaal? Het is niet normaal. Het is zo mooi. Is dan varen hier? Alles. We gaan een beetje gewoon workouten. Oké. Okay. Gewoon met je benen in de lucht. Oké, dat kan ik. Neem een teetje om mee. Ja, onderweg. Is goed. We gaan. Teetje onderweg. Dat zei André Haas ook altijd. Oh nee, die had bier voor onderweg. Nou ja, maakt niet uit. Kom, we gaan sporten. We gaan sporten. Ja, ze hebben zo'n heel parcours hier. Ja? Duurt het lang? Nou, het is wat gaan we doen? Springen tot steun. Schutsprong. Oké. Okay. Ja, iets verder. Schat, je vouw me helemaal dubbel. Ja, dat is... Ik ben heel leeg. Ik ben... Voel je het? Nou ja, ik was wel leniger vroeger. Het is niet warm vandaag, hè? Nou, niet warm. Het is anders steeds. Het is lente, hè, vriendin? Volgens mij is daar aan de overkant de spa. Ja, precies. Klonk. Oh, echt waar? Oh, die is een hele grote, toch? Ik hou van heerlijk massages, sauna's. Heerlijk. Maar dit is ook wel echt een lekker plekje hier, vriendin. Kijk nou. Hey, je hebt kaartjes. Ik heb kaartjes. Ben je er klaar voor? Ja. Eerlijk antwoord geven. Ja. Waar ben je als kind opgegroeid en had je een gelukkige jeugd? Maar ik ben in Alblasserdam opgegroeid. Het is een klein dorpje vlakbij Dordrecht, Rotterdam. Een dorp met 16.000 inwoners en ik was daar niet gelukkig. Elke keer als ik het dorp inrij, en mijn ouders wonen er nog, heb ik echt dit. Oh, echt? Ik ben heel erg gepest vroeger. Ik werd gepest omdat ik dik was. Ik was een mietje. Ze scholden me uit voor mietje en homo. Was je echt dik? Ja, ik was wel. Ja, ik heb wel aanleg okay. om dik te zijn. En, ja, en ik jankte al als ze me naar me wezen. Ja. Dus ja, dan ben je een makkelijk slachtoffer. Maar ik heb altijd wel gedacht... Nou, wacht maar. Wordt wel beter. Hé, hey, en jij? Ik kom uit Haarlem. Ja. Maar ik ben natuurlijk eigenlijk heel vroeg op en neer gegaan naar Amsterdam, naar de academie. Toen was ik 8. 8? Ja, dan begin je op de academie. De tering. Ja. Dat zou nu heel gek zijn. Nee, dat is heel gek zijn. Het was toen, normaler. En ik had een hele gelukkige jeugd. Ja, ik was alleen maar dansen. Ik wilde alleen maar dansen. Dat kon natuurlijk daar. Dus ik was heel gelukkig. Wat is je allereerste vakantieherinnering en wat is je favoriete bestemming? Ik hou heel erg van diepzeeduiken. Wacht even, die kwam zo'n bus van links. Maar hoezo kom... Ik heb alle hobby's gehoord, diepzeeduiken. Maar waar doe je dat? Nou, dat kan je ook hier doen, maar dan ga je denk ik niet heel diep. Maar dat vind ik het lekkerst dus op een mooie, tropische bestemming. Ja. Dat doodeng. Nee, heerlijk. Maar met zo'n tank op je rug? Heerlijk. En jij? Geen diepzeeduiken, vriendin. Nee? Nee. Oh, mijn ouders hadden een huisje in Renesse. Oh nee, het was een staakcaravan, maar dat geldt te zijn. Maar we gingen dus ook 1 of 2 keer per jaar naar Center Parks en dat was... Ja, dat is voor mij. Dus ik hou van bos, ik hou van water. Dat is mijn vakantieherinnering. Dus dan gingen we dat wild waterbaan en dan deed je met je zwembroek een stukje naar beneden, zodat je dan nog harder van je leed op. Heerlijk, hier. Ja, kijk, je hebt geen kracht. Oké. Okay. Nou. Oké. Okay. Je bent zo lang, je voeten zijn bijna. Oh ja. Nou, ja, zie je jongens. Nou, ik ben wel warmer nu. Ja. Ik vind het dus echt lekker. Maar het lekkerste is als je dus niks zegt en het geluid van die... Ik woon in de stad, jij woont buiten. Maar zeg dan ook even niks. Hoor dan. Als je helemaal stil bent. Ja, dit is echt heerlijk, ja. Och, die stilte. Wat zijn voor jou zware periodes geweest in je leven? Daar zit ik middenin. Ja, daar zit je middenin. Maar ik... Ja, hoe ga je? Ja, heel erg up and down. Veel down. Hartepijn is gewoon kut. Ja. Dat is echt. Ja, het gaat door alles heen. Ja. Dwars door alles heen. Zullen we door? Nou ja, door. Door. Heb je je wel eens ontiegelijk ergens voor geschaamd? Nee, ik ben nergens voor geschaamd. Nee, nou... Misschien 3 jaar geleden was er iets, een klein incidentje in een filmpje, maar verder heb ik me nooit ergens voor geschaamd. Kom, we gaan door. We gaan door. Volgende filmpje pakken. Het volgende kaartje pakken. Wat doe je om echt tot rust te komen? Lopen. Ik loop. Ja. 2 uur per dag. 2 uur per dag. Dat vind ik het allerlekkerst. Ik zou willen mediteren, en dat heb ik ook geprobeerd. Weet je. Dat niet. Nee, hou op.
Ik kan het ook niet. Nee, dan denk ik, hou op. En dan je hoor ik. Nee. Dus ik word juist heel onrustig. En dan zeg je, je moet ademhalingstherapie gaan. Nou, als ik over ademhaling heb. Ja, je moet niks denken. Je moet dat kan ik niet. Nee, dat kunnen we toch niet over niks denken. En dan zit ik, ja, niks denken. Ja, maar, dan denk ik dus aan dat ik niks moet denken. Dus dan denk ik uiteindelijk weer. Ja, heb ik ook precies. Dus zo. Als ik loop, dan heb ik even leeg. En dan ben ik thuis en dan gaat het molentje weer. Ik vind wandelen met de honden vind ik echt heel erg lekker. Ja. Maar als ik echt het nodig heb om echt even gewoon... ga ik schoonmaken. Ben je ook zo iemand die voordat de schoonmaak komt opruimt? Oh ja, my god. Nee, echt hè. Oh my god, nee, echt, dat snap ik dus niet. Mijn vriendin ook, die zegt, ja, oh, ik ga hangen, want ik moet opruimen, want de schoonmaak komt morgen. Ja. Wat komt ze dan doen, denk ik dan? Wow. Oh, sorry mevrouw. Wat zit je te doen? Moet dat zo hard doen? We komen voor onze rust. Maar het is echt, als je nu kijkt, het is net Bob Ross. Het is net Bob Ross. Ja, het lijkt toch wel net. Het is niet normaal. Geniet je van de kleine dingen in het leven? Ja, nu wel. Eerder niet. Maar nu vind ik, het is niet zo dat ik door het bos loop en ik zeg, oh, een eendje. Maar wel gewoon van lekker de simpel, gewoon lekker het hapje eten met vrienden, met die kids, lekker trutten, met je Lego. Dat is simpel. Ja, bij mij moest het altijd heel groots en meeslepend. En dat hoeft voor mij al niet meer. Ja, heb ik ook wel. Liedje met de mooiste herinneringen. Oh, dat vind ik zo moeilijk. Een van de mooiste nummers ever is van Charlene, Never Been To Me. Ik weet niet of je dat kent. Nee. Dat gaat eigenlijk over I've been to Georgia and California and drink champagne on a yacht. But I've never been to me. Dus je bent overal in de wereld geweest, maar nooit bij jezelf. Ja. En dat nummer slaat eigenlijk op nu. En het is altijd al een van mijn lievelingsnummers geweest. En nu leef ik dat liedje. Nu ik er zo over na zit te denken, mijn moeder zong voor mij altijd Liefde voor Later. Dat is heel een mooi. Van de mooiste Nederlandse liedjes ooit geschreven. Ja, en absoluut. Voor mijn 40ste verjaardag heeft Chantal dat gezongen. Oh, ja, nou, dan ben je er toch. Ja. Dat is dan toch. Ja. Oké, dus doei. Proost, schat. Prut. Zo. Ja, hij was lekker, ja. Ik vond het leuk met je. Ik echt ook. Gezellig. En wat een ongelooflijke heerlijke plek. Niet normaal. Niet normaal. Ik hoop dat het goed gaat met je. Dat je... Dankjewel. Kracht. Ik hoop het voor jou. Ja, komt goed. Schat. We zijn al wat gewend, toch? Zeker. Kunnen we aan. Kunnen we aan. Mwah. Dankjewel, love you, baby. Love gezellig. You. Nou. Cheers. Dat is.